Yo, het is nu 16 over 4. Ik kom net terug van de infield gedeelte van de bootcamp. Vanmiddag om 1 uur begonnen. Morgen 11 uur gaan we met z'n allen vol aan de bak. En het was tot nu toe al een fucking gave dag. Gewoon een groep gedreven gasten. Een gedeeld doel. Heel diverse achtergrond. Overdag al volop gedaan. Besproken, inzichten, reflecties. Frameworks uitgewerkt, toegepast met elkaar, en het is gewoon tof om te zien hoe een groep mannen die elkaar niet kent, die gewoon samen in een van de obscure workshop gaat volgen bij Masterflirt, de bootcamp, hoe dat toch samensmeet in een groep die een gedeeld doel heeft, die elkaar stimuleert en motiveert, doen met een paar kleine tweaks. Een focus op de juiste dingen, hoe je grote resultaten boekt. Weet je, social flow, richt je daar eerst op. Vind de meest laagdrempelige wat je kunt doen om aan de slag te gaan. En doe dat dan ook. Beloon jezelf voor die paar kleine dingen die je doet. Vergroot dat uit en bouw daarmee je momentum op. Dat is wat het voor mij de moeite waard blijft maken om dit te blijven. Moet ik ook gewoon blijven doen. Die kleine toffe dingen. En dit is de laatste van dit jaar. Confronteert je ook met hoe snel het jaar voorbij is gegaan. Ik ga lekker slapen en ik nodig jou ook bij deze uit om derde weekend van januari, uit mijn hoofd staat 20 januari, om gewoon lekker ook aan te schuiven bij de bootcamp. Ik zal een link in de beschrijving zetten. Kom langs, begin het jaar goed. Het is beter dan een random abonnement te nemen op de sportschool. Laten we echt even een mooi moment met elkaar creëren en ondergaat het zelf ook met elkaar, samen. Jij, ik, de coaches. Laat er een tof feestje van maken. Ik ga slapen en ik check je later, man. Yo, goedendag. Het is nu iets van richting 4 uur. En we rijden nu terug naar Gooizen. En je vraagt misschien af waarom zit Tom in zijn eigen auto. Het is heerlijk weer buiten. Het heeft gesneeuwd. Het is Winter Wonderland. En Martin kon het niet verkroppen dat ik in mijn gare auto zonder winterbanden naar huis kon gaan. En dat het siertje. Dus we zorgen voor elkaar met Masterflirt. En ik zat te denken, oké, het valt allemaal wel mee, niks aan de hand. Maar net zag je een dikke Audi die gewoon een hele kleine helling niet op kon komen met slippende banden. Het is ongelooflijk. Dus dank. Het is flink kloten weer. Het is kloten weer en dank dat je me brengt. De bootcamp was vet weer, man. Dus dag 1 was de opzet voor vanavond. Plus natuurlijk een heel kader en structuur betrekking tot het vrouw versieren. Dus avond was een mooie bootcamp, gewoon infield. En de volgende dag vol ervaring uitgewisseld. En een kader geschetst voor hierna. Hoe consolideer je de groei en breng je het daadwerkelijk naar de volgende level? Hoe breng je dit weekend in de rest van je leven en het traject hierna? En wat ook gewoon tof is om dan te zien hoe de inzichten van dit weekend dan compact neergezet kunnen worden en ook overgedragen naar het proces. Het is een beetje aan het wouwen, we hebben allebei een beetje van 3-4 uur geslapen, dus het zal allemaal wel. In ieder geval het was een heerlijk weekend. Het was echt lekker. Goede infield. Ik ben niet eens heel erg moe, maar gewoon ouderwets voldaan. Terug naar huis. Lekker naar de kleine. Lekker naar mijn vriendinnetje. Jij gaat lekker. Dat klinkt weer zo snel. Ja, ik ga lekker alleen naar huis. Jij gaat lekker alleen naar huis. Maar je bent zeker niet eenzaam. Alleen zeker maar niet eenzaam. Verre van. En we checken jou gewoon later. Rustig aan.